1. Een goede voorbereiding. Er was een plan nodig om deze reis goed te laten verlopen. Nog een keer 1. De Heenweg. Je wist. Je, je, oh sorry. Heenwest. Je was nerveus, ja dat zeker, maar je hield je aan je plan. Door je zenuwen vergat je echter één detail: later zou dit cruciaal zijn. 2. Je wist dat deze stap lang ging duren, maar je had nooit gedacht dat die zo lang zou duren. Het hoorde je eindbestemming te zijn, maar je was alweer op je terugreis. Eén, nog eens één, twee. Eén, één, twee. Die leek de enige die jou na deze reis nog kon helpen. Met je afscheidsbrief op tafel en jouw geest al in de hemel. Maar hij was hier, bij mij, weggezonken in wanhoop. Ook al zou het voor niemand tot dit punt hoeven komen, toch zijn we hier ooit beland. En als we het altijd maar blijven verzwijgen, dan vinden we nooit een oplossing voor het groeiende aantal mentale problemen onder jongeren. Want voor jongeren is het inmiddels een cliché geworden, maar volwassenen schijnen dit minder in te zien. Dit maakt de communicatiebrug van jongeren naar hulp ook een stuk lastiger. En toch, je hoort het iedereen zeggen: mentale problemen. Wie heeft ze niet? Maar het feit dat deze uitspraak genormaliseerd is, is al niet oké. Okay. Toch, als er een dreiging is voor onze fysieke gezondheid, dan is alle hulp ineens beschikbaar. Maar hoor je mentaal, dan hoor je niks meer. Dan word je door niemand meer gehoord. En ja, ik snap hem ook wel. Niemand weet waar te beginnen. Niemand weet wie moet beginnen. Maar in plaats van niks doen, kunnen we dit probleem ook gaan signaleren, communiceren en een oplossing, um, een oplossing realiseren. Want soms, tussen de soep en quarantaine, is door vergeten we om te kijken naar onze medemens. En dit terwijl de oplossing heel simpel is. Signaleren, communiceren en een oplossing realiseren. Want zo simpel als het lijkt, deze, dit probleem is nog steeds een van de grootste blokkades die onze mensheid nu tegemoet komt. Nu ja. Dus laten we dan ook nu actie ondernemen. Nu verandering maken. Laten we over een paar jaar kunnen zeggen: mentale problemen, wie heeft ze wel? Dus begin het gesprek, bied de hulp of geef het door. Want uiteindelijk zijn we allemaal maar reizigers. Maar geen enkel verdient de zware last om zijn schouders van een rugzak problemen. En dus ook. Begin al eerder met praten. Begin niet wanneer 112 al aan de nood is. Voorkom eerder. Die tweede stap is net een sloot en we hoeven er niet in te vallen. We kunnen de brug met woorden bouwen. De brug over stap 2 heen, over deze sloot heen, pratend, pratend naar stap 3. Van 112 naar 113. Dankjewel.